parlementariër Gangaram Pandey van de NDP, die heeft er geen moeite mee dat de oppositie gekomen is met een anti-fraudecommissie. Waar hij wel ernstig moeite mee heeft, is de redenen die ze opgeven waarom zij deze anti-fraudecommissie hebben opgericht. Ze zijn bezig weer zand te strooien in de ogen van het volk. Ze zijn weer bezig negatief en zaken niet duidelijk en juist aan te geven aan het volk. Zo reageert Keshe Prasad Gangaram Pandey, NDP parlementariër. Wanneer mensen alert zijn, dan ga ik niet aangeven dat dat niet moet. Het is een democratisch recht van ze. Kijk, in de wereld hoor je dat althans in vele landen, dat er veel corruptie is gepleegd tijdens de verkiezingen. In Guyana is dat nu het geval, waarbij mensen die de observatie hebben gedaan ook aangeven dat er corruptie is gepleegd. En de rechter zelf heeft aangegeven dat alles niet koek en ei was tijdens de telling, et cetera. En wanneer er partijen zijn, dan weer groeperingen die aangeven dat ze extra alert willen zijn tijdens, voor de verkiezingen zelf. Ze willen nagaan hoe die zaken verlopen. Dat stemt dan bij in elk geval goed. Toch? Maar je moet niet aangeven dat er nu al corruptie is gepleegd. Dat er nu een vliegtuig onderweg is naar Suriname om met corruptieve handelingen bezig te zijn. Dat de piloot en anderen die zich daarin gaan bevinden met corruptieve zaken zich bezig gaan houden. Want je hebt die informatie niet. Toch? Je probeert gewoon wat bij elkaar te trommelen om de Surinaamse samenleving tot op een dwaalspoor te brengen. En dat is niet goed. Dat is niet goed voor de kiezer, maar is ook niet goed voor de Surinaamse samenleving. Want brieven worden ook geschreven naar buitenlandse mogendheden om zaken aan te geven van Suriname. Ik zeg, je huisdingen zet je toch niet op straat. Waarom moet je zaken die ons regaderen intern opgelost kunnen worden? Waarom moet je de buitenwereld dat kenbaar maken als zodanig en Suriname een slag geven? Toch? Dat Suriname met een ander soort bril bekeken wordt. Die soort zaken moeten niet geschieden om politieke macht, politieke hebzucht, etc. Van jouw partij zet je toch ook niet naar buiten? Je zet ook nog niet naar buiten dat je bijvoorbeeld, om gewoon een bedrag te noemen, dat je bijvoorbeeld 50.000 SRD hebt gehad van je vorige voorzitter. En van waar je met dat geld komt om meer dan 20 miljoen SRD te spenderen voor de verkiezingen. De, je leden heb je dat ook niet kenbaar gemaakt. Waarom heb je het kabinet van de voorzitter andere penningmeester benoemd? Wat waren zijn taken toen? Is er niet sprake van corruptiegevoeligheden? Toch? Al die zaken zijn die zaken doorgespeeld naar de partij. Dragen de leden kennis, de structuren dragen ze kennis daarvan? Nee toch? Het is niet doorgespeeld. Dus begin die zaken thuis recht te trekken. En wanneer het gaat om de verkiezingen, de landelijke verkiezingen, dan zeg ik, uiteraard moet je daar een oog in het zeil houden. Maar wat zie je ook gebeuren, tijdens de telling vooral, dat die partij, de leden die ze daar hebben geplaatst, hun mensen, dat ze ook weglopen bij de telling. Zodra ze zien dat er van een andere partij steeds meer, althans de buurtbewoners, meer stemmen, ja, meer stemmen hebben gehaald, dan lopen ze weg van daar. Denken ervan ze hebben het verloren in dat resort of op zo'n stembureau. En dat is niet goed. Dus ik raad iedereen aan, blijf tot de laatste telling. Toch? Turf mee, waardoor je een beeld hebt en niet dat je later gaat zeggen, daar hadden we meer vlaggen en hoe kan het zijn dat we minder stemmen hebben gehad. Dus iedereen moet waakzaam zijn en Suriname is tot nu toe bekend als een van de landen, als het niet is het land op de wereld, maar een van de landen op de wereld, waar we een goede verkiezing hebben gehouden en dat iedereen zich daaraan heeft gehouden. In Nigeria hebben we gezien dat op 8 stemmen na een partij zetel heeft verloren in de tijd, toch? Mijn broeder Kisun Singh toen de tijd. En er heeft hertelling plaatsgevonden en wat bleek? Het was ook ongeveer 8 stemmen dat hij tekort had en hij heeft die zetel niet gehaald in Nigeria, toch, toen de tijd. Dus we hebben altijd eerlijke verkiezingen in Suriname gehad. En ik hoop niet dat het dit keer of volgende keer het anders is. Laten we dat behouden voor Suriname. Maar van waar zou dan de oppositie komen dat deze regering
niet transparant is. Dat in feite er nu al ook in het parlement vragen wordt gesteld over de komende verkiezing, maar daarover er weinig tot geen antwoord wordt gegeven. Niet alleen over de verkiezingen, er zijn een aantal vragen zowel door de coalitie als de oppositie gesteld. En niet altijd heb je dat de regering op het juiste moment met de antwoorden komt opdagen. Kijkt u nou, ik heb begrepen dat vandaag de minister van Financiën komt, naar het parlement komt om zaken uit de doeken te doen. We hebben al 3 vergaderingen gehouden ter zake en nu komt de minister. Maar het is liever te laat dan nooit. De minister was uitlandig, heb ik begrepen. Dus hij heeft van zijn goede zijde getoond als hij aanwezig zal zijn. Dus daar geen vuiltje aan de lucht. Maar waarom moet je het opschuiven naar een ander datum? Toch kom en leg die samenleving. De samenleving heeft assembleeleden hier gezet. En dan moet je verantwoording afleggen aan het volk via de assemblee. Toch? Dus die soort zaken hebben zich altijd afgespeeld. En dat moet tot het verleden behoren. Dat niet op tijd en volgens de wensen van die samenleving de antwoorden geeft. Dus dat heeft misschien ook gemaakt dat ze huiverig zijn. En men ziet dat de mensen het zwaar hebben. De samenleving heeft het zwaar. De koers stijgt. Producten stijgen ook. Meer dan de koers stijgt. Als de koers 20% stijgt, dan zijn die producten al 50% gestegen in de winkels. De samenleving heeft het moeilijk. En men denkt, omdat de samenleving het moeilijk heeft, dat men dan erop gaat beuken en dat men meer stemmen gaat halen bij die samenleving. Toch? Want ze hebben het moeilijk, dus ze gaan met stemmen op de oppositie, want de oppositie belooft beter tijden voor ze. Maar de Surinaamse samenleving kijkt niet alleen naar Suriname nu. Nu zijn ze internationaal ook bezig. Dus die kleine man over straat, als je denkt dat hij alleen over Suriname denkt, dan loop je het helemaal mis. Heb je het helemaal mis. Want ze kijken ook naar buitenland. Ga naar Nederland nu. Kijk hoe moeilijk die mensen het daar hebben. Ik was laatst daar. Als je ziet hoe moeilijk men het daar heeft. Maar wanneer ze hier komen en die euro 10-12 wisselen, 1 op 10-12, dan hier doen ze alsof ze heel rijk zijn in het buitenland, in Nederland, et cetera. Dus die mensen hebben het ook moeilijk. Ze hebben hun leefpatroon ook aangepast aan de tijd. En laten we ons leefpatroon ook aanpassen. Ik hoop dat het beter wordt voor de Surinaamse samenleving. Ze hebben het moeilijk. We moeten het niet moeilijker voor ze maken. Ze moeten tenminste 3 keer brood op tafel kunnen leggen voor hun kinderen en ze moeten ook eten hebben. En laat ze geen dure woningen gaan huren, et cetera. Zij die woningen huren. En aan de verhuurders wil ik vragen, als je een woning hebt die jaren hebt verhuurd, je hebt het geld al 2-3 malen weggehaald, gaat niet duur verhuren voor de Surinamer. No? Heb een beetje medelijden en laat ze ook uitkomen uit die situatie. Laten we samen uitkomen uit die situatie en laten we hopen dat het voor ieder beter wordt. Maar denkt u dat het voor de verkiezingen nog beter wordt, heer Gangaram Pandey? We hebben maar een paar maanden te gaan. Ik hoop dat de koers tenminste daalt en dat prijzen dan terug worden gebracht naar een aanvaardbaar niveau voor de Surinaamse samenleving. Als je zegt dat je alles koek en ei gaat zijn voor de verkiezingen, dan kan je het vergeten. Toch? Laten we kijken dan na de verkiezing wat we kunnen doen. We zijn ook in het parlement bezig om in verband met het cambiowezen ook zaken recht te trekken. Volgende week, als het goed heb, hebben we een initiatiefvoorstel dat is ingediend. Dan wordt het in openbaar behandeld. Laten we kijken wat daaruit uit de bus komt. En als de regering daarmee snel slagvaardig te werk gaat, dan denk ik dat er betere resultaten voor die samenleving geboekt kunnen worden. Maar dat is aan de ene kant van de medaille. Aan de andere kant moeten we weten dat we zwakke schakels hebben op het veld. Niet iedereen werkt zoals het moet. De controlediensten, daarover heb ik het. Die moeten opgegraded worden. En als iedereen op één lijn is, de werkzaamheden uitvoert zoals het moet, dan denk ik dat we voor de verkiezingen als zichtbare resultaten zullen hebben. Maar effectief zullen we merken na de verkiezingen, wanneer we een nieuwe regering hebben, een nieuw elan. En dat we slagvaardiger te werk kunnen gaan. En laten we kijken dan hoe het dan uit zal pakken voor die samenleving. Maar waarom lijkt het erop, heer Gangaram Pandey, dat wat de president belooft, we steeds het tegenovergestelde van krijgen? Hij heeft bij de recente massameeting van de NDP aangegeven dat de koers onder de 9 zou zijn, dat de prijzen in de winkel zouden dalen. Maar we zien juist het tegenovergestelde. Ja, maar dat zijn
wenselijkheden welk president, als een president daar gaat zijn en gaat aangeven dat de koers gaat stijgen, dan lijkt het alsof de president erop zit dat de koers omhoog schiet, toch? De president heeft eerder al gezegd, toen het 7 zoveel was, dat hij de koers zou droppen. Dat zijn wenselijkheden. Maar er zijn vele factoren die maken dat een koers naar beneden gaat of omhoog schiet. Dus ik neem hem niet kwalijk. Het zijn wenselijkheden. Hij is iemand die sociaal voelend is. Hij is ook sociaal bezig. Naast dat hij zijn presidentiële werkzaamheden uitvoert, is hij nog met sociaal zwakkeren bezig. Dat weet ik toevallig. En zo moet het ook zijn. Maar hij is wel niet geslaagd om de koers helemaal, althans de kop in te drukken. Het is iets dat we gezamenlijk moeten aanpakken. We moeten die ondersteuning geven aan de regering. En dat zie ik ook niet gebeuren via de oppositie. En dat is niet goed voor de samenleving. Ik heb eerder aan u aangegeven dat wanneer de prijzen stijgen in de winkels, het is niet alleen voor de coalitie, maar het is voor die totale Surinaamse samenleving. Oppositie en coalitie en lauwer tegenaan gaan. Ik weet dat we nu in een verkiezingsstrijd zijn. Niemand gaat willen hebben dat hij een paar stemmen minder krijgt. Een paar stemmen kunnen maken dat je een zetel meer krijgt. Dus ik begrijp ze ook op dit moment. Maar na de verkiezing, daarom zeg ik, laten we eensgezind verder werken naar de opbouw van dit land. Heeft deze regering gefaald, heer Gangrapandé? Niet gefaald direct zou ik aangeven, omdat ik weet waarom je die vraag stelt, omdat het steeds moeilijker is gaan worden bij deze regering. Maar ik zeg altijd bij die vorige regering, waar de heer Bouters de leiding had, dat is onder Bouters 1, heeft men niet zo zorgvuldig omgegaan met het geld. Men heeft nooit gedacht dat we een tijd zouden bereiken waar we meer geld nodig hadden dan voorradig zou zijn. Dat is mijn eigen conclusie, hoor. En waardoor we bij deze regering dan de problemen hebben gezien waar het goudprijs is gedaald, Suralco is gestopt met de werkzaamheden, we hebben minder inkomen, je hebt meer uitgaven, je moet meer geld gaan lenen, etc. En dan heb je de poppen aan het dansen. De regeringen voor Bouters 1, die hebben ook geen aparte kas op nagehouden al die jaren toen het rooskleurig zo was. Zo? Anders hadden we dit ook niet. We moesten een kas op na hebben gehouden waar niemand eraan kon komen. Zo? Een valutakas moet je op nahouden. En dan zouden we het beter hebben in tijd van nood. Zou je dat kunnen gebruiken nu, toch? Je zou ook kunnen beleggen dat geld bij de Surinaamse samenleving. Bij een Surinamer wil je bouwen, kijk, tegen heel zachte rente kan je. En dan verstevig je zo'n kas verder. Maar dat is ook niet gebeurd. Maar het is nog niet laat. We hebben ook olie gevonden. Ik hoop dat dat ook goed besteed wordt. Want als je niet goed besteedt, dan kan je 10 olie hebben. Ja. Dan heb je ook weer de poppen aan het dansen. En straks is ook olie op, toch?